Leuk dat je kijkt naar de gedachtenbellen. Marianne Levy voor Psychosenet. En ik ga met Remke in gesprek over minder slikken. Jij bent psychiater en je schreef een boek, Minder Slikken. Ja, zeker. Ja. Dat is iets waar je voor bent. Absoluut. Ja, dat is echt een enorme noodzaak. Mm-hmm. Ja, het boek is eigenlijk 1,5 jaar geleden al uitgekomen. Mm-hmm. En ik merk dat dat eigenlijk nog dagelijks zo belangrijk is om daar aandacht mm-hmm. voor te hebben. Dat, dank ook voor deze gelegenheid. Ja. Hè, dat we voor Psychosenet hier mm-hmm. iets over kunnen delen. Ja. Ja. En mensen die hebben heel veel aandacht nu voor niet roken. Ja. Aandacht voor gezond eten, leefstijl. Ja. Ja, ik hoor het je zeggen. En ik denk dat je bedoelt GGZ-instellingen. Dat is echt een insteek van we willen een rookvrije GGZ, weet ik veel, in 2025. Ja. En we vinden dat cliënten moeten bewegen. En mm-hmm. daar is heel veel aandacht voor. Terecht ook, hè? Allemaal hartstikke terecht. Ja. Maar dan denk ik mis toch ook iets medicijnen. Heel erg essentieels. Ja. Namelijk de medicijnen. Ja. Waar mensen al last van hebben. Heel even terug naar medicijnen. Je kunt het nodig hebben. Medicijnen zijn soms mm-hmm. levensreddend. Hè? Mm-hmm. Ik ben niet voor of tegen pillen. Ja. Ik ben voor wat werkt. Ja. Ja, want ik merk als we een discussie hebben over mm-hmm. afbouwen, dan gaan mensen meteen denken van hé, het is alles of niks. Het wordt de norm dan. Hè? Dus dat, terwijl dat ook daar weer de balans en het individu. Ja, wat iemand nodig heeft. Ja. Hè? Dus als je medicijnen nodig hebt, ga daar vooral mee door. Mm-hmm. Maar mijn hele boodschap is dat het al heel snel minder kan. En mm-hmm. ook veel gezonder is om minder te slikken en mm-hmm. ook minder lang te slikken mm-hmm. dan op dit moment gebeurt. Ja. Hè, maar medicijnen kunnen levensreddend zijn, dus dat wil ik echt benadrukken. Ja. Kan je daar iets over delen, over je ervaring, over hoe ik mensen kan helpen juist af te bouwen? Juist niet af te bouwen, maar... Ja, kijk, wat heeft gemaakt dat je dit toch het boek schreef minder slikken? Ah, ja, dat is een schitterende vraag. Heel even over medicijnen. Ik leg altijd aan mensen die bij mij in zorg komen, die leg ik uit van, hey, weet je, medicijnen, dat is een soort reddingsboei. Ja. Je bent in nood, je bent aan het verdrinken in de psychische klachten. En dan gooien we, wij, de GGZ, hulpverleners als het goed is, een reddingsboei uit. Mm-hmm. En dat kunnen medicijnen zijn. Ja. Daar klamp je je aan vast. Hartstikke fijn voor dat moment. Mm-hmm. En vervolgens krijg je therapie. Mm-hmm. En de therapie, dat is een soort van leren zwemmen. Mm-hmm. En op het moment dat je kan zwemmen, dat je je weer kan redden, dan is het tijd om die reddingsboei weer af te bouwen, te minderen, mm-hmm. eventueel te stoppen met de medicijnen. Dus dat is een antwoord op hoe je dat gewoon verantwoord mm-hmm. kunt gebruiken mm-hmm. en ook weer afbouwen. Mm-hmm. En dan had je nog een leuke vraag van hoe ben je er zelf op gekomen om dit boek te schrijven. Ja, dat is echt een hele leuk verhaal. Of leuk, ja. Ik was zelf in hoge nood. In 2021 heb ik een psychische, toch wel best wel lastige psychische klachten gehad. Ik was heel erg angstig in de hele mm-hmm. tijd. En dat duurde zo lang. Mm-hmm. En ik was weer aan het werk. En ik was nog steeds angstig. Ja. Dat ik op een gegeven moment mezelf medicijnen heb voorgeschreven. Okay. Ja, dat is. Heel veel dokters zijn ook hun eigen dokter. En goed. Mag dat? Ja, dat mag. Ja, je mag jezelf dingen voorschrijven. Mm-hmm. En ik had mezelf escitalopram voorgeschreven, dus een antidepressief middel wat gewoon goed helpt als je heel angstig bent. Mm-hmm. En het hielp me. Het hielp me en ik was echt heel blij. Het was de eerste keer trouwens dat ik een psychofarmaca gebruikte. Ja. Ik vond het super spannend, mm-hmm. Maar het werkte. Mm-hmm. En ik heb dat 1,5 jaar geslikt. En toen was die reddingsboei ook niet meer nodig. Ja. En toen dacht ik, nou, weet je, 10 milligram. Ja, wat is 10 milligram? Oh ja. Ik kan wel gewoon stoppen. Ja. Nou, ik kreeg echt enorme ontwenningsverschijnselen. Ja. 2 weken lang. Echt allerlei lichamelijke klachten. Mm-hmm. Ik kreeg angsten in het kwadraat terug. Mm-hmm.
En ik dacht, nou, ik moet weer beginnen, want ik hou dit niet vol. En na 2 weken was het voorbij. Mm-hmm. En toen was ik blij. En toen dacht ik, nou, het zijn dus die verbindingsversnijdsten. Waar mensen het gewoon altijd over hebben. Ja, en dat wordt eigenlijk dan, zeg jij, van dat wordt heel vaak gelabeld als terugval. Ja, nou, dit is het bizarre, maar wij dokters hebben niet doorgeleerd voor afbouw. Nee. We weten niet precies wat ontwenningsverschijnselen zijn. Mm-hmm. En wat we niet kennen, dat zien we ook gewoon niet. Ja. En ik hoorde gisteren nog een cliënte van mij en die zei, ja, ze had van die elektrische schokjes in het hoofd. Toen ze op een gegeven moment antidepressiva ging afbouwen. Ja. En dan was ze mee naar haar psychiater gegaan en die had gewoon gezegd, ja, kan niet. Nee. Dus ja, dat is het bizarre eraan, dat, dat wij dat niet, wij als artsen, als psychiaters, huisartsen ook, wij weten dat gewoon niet. Nee. Dus je weet hoe je mensen kunt aan medicijnen helpen, maar dan eigenlijk het afbouwen en wat daar allemaal bij komt kijken. Ja. Nou, dat is bizar, hè? Daar is geen informatie over. Dat is bizar. Dat is bizar. Dat is als je leert auto rijden. Je leert starten en doorrijden. Prima allemaal. Maar je leert niet afremmen en inparkeren. Ja. Dat is heel belangrijk. En ik snap ook niet hoe ik al die jaren, ik heb die geneeskundestudie gedaan, ik heb een huisartsopleiding gedaan, psychiateropleiding. En in al die tijd heb ik me dit ook niet afgevraagd. Mm-hmm. Dan hadden we zo'n boek over hoe je medicijnen goed kan voorschrijven. Mm-hmm. En dan stond er 1 zinnetje bij, bouw dit middel geleidelijk af. Ja, maar niet. En ik heb er nooit bij stilgestaan. Wow. Hoe bizar dat is eigenlijk. Ja, dat is heel bizar. Ja, omdat alle ontwenningsverschijnselen of alle symptomen die daarbij gepaard gaan, eigenlijk misschien ook wel beschreven moeten worden of geleerd moeten worden. Ja, maar natuurlijk. Dus dit en die inhaalslag, dat gebeurt nu. Hè, nu. Mensen, er wordt nu heel veel onderzoek gedaan wereldwijd. Mm-hmm. Nog steeds onvergelijkbaar met onderzoek naar het starten van medicijnen. Mm-hmm. Maar dit is echt, we moeten daar minder slikken. En om heel even terug te komen op jouw eerdere vraag, volgens mij de eerste vraag, hè, namelijk over een gezonde GGZ. Ja. Dat wij zoveel nadruk leggen op leefstijl, maar dat we dus niet als artsen zien van of verpleegkundige specialisten ook trouwens, niet alleen maar artsen. Maar wij voorschrijvers zien niet dat we de meeste winst kunnen halen voor iemand zijn gezondheid door gewoon te minderen met de medicijnen. Mm-hmm. Je hoeft ze niet per se te stoppen, maar wel zo min mogelijk, zo kort mogelijk. En is dat ook iets wat mensen kunnen teruglezen in jouw boek? Zeker. Ja, over waarom je zo min mogelijk moet slikken, dat staat er gewoon in, hè, dat je... Je krijgt gewichtstoename, je vlakt af, je seksleven leidt eronder, want je hebt helemaal geen libido meer. Mm-hmm. Je kunt een metabole stoornis krijgen, dus een hoge bloeddruk, suikerziekte, cholesterol, hart- en vaatziektes. Mm-hmm. En dit zijn dingen die allemaal bekend zijn. Maar ondertussen jagen we de mensen op van ga bewegen. Ja. En stop met roken. Maar wel die medicijnen. Maar wel te veel medicijnen, te lang doorgaan. Ja, dat is voor mij onbegrijpelijk hoor. En ook wat we ook wel eens zien is dat mensen gedwongen worden medicijnen te slikken. Hey, ik krijg even koffie tussendoor. Dankjewel. Dankjewel. Hoi. Ja. Wat zijn daar de rechten en plichten eigenlijk? Even het eerste deel van je vraag, want ik ben afgeleid. Ja, omdat het soms voorkomt dat mensen gedwongen worden om medicijnen te slikken. Ja, maar dat is uitzonderlijk, hè? Is dat zo? Dat hoop ik. Ja. Nee, dat is echt uitzonderlijk, want iemand moet aan allerlei voorwaarden voldoen. Wil je iemand echt dwingen om medicijnen te slikken, hè? Gewoon echt met een rechterlijke machtiging. Ja. Ja. Maar goed, wij psychiaters dringen vaak aan op medicijnen. Dus het is niet zozeer dwingen als wel aandringen. Mm-hmm. Ja, soms dwingen hoor. Mm-hmm. En ik denk altijd, iemand is zelf de baas over die medicijnen. Mm-hmm.
Hè, die uitzondering daar gelaten, mm-hmm. dat je echt een gevaar bent voor jezelf of ja. voor een ander en je gedwongen wordt om medicijnen mm-hmm. te slikken. Maar in alle andere gevallen is iemand zelf de baas. Ja. Dat zeggende, mm-hmm. je kan niet een arts of verpleegkundige specialist dwingen om jouw medicijnen voor te schrijven die slecht voor je zijn. Dat kan niet. Nee. En wat het in me opkomt is ook van, wat maakt nou dat er zo snel naar die medicijnen gegeven wordt? Ja. En ik zag pas dus echt een supermooie documentaire, Take These Broken Wings. Hmm. Wat gaat over een psychiater in Amerika die eigenlijk zegt, nou ik wil schizofrenie behandelen. Zonder medicijnen. Ja, en ik wil dat echt gaan doen met gesprekken. En dat lukt hem uiteindelijk ook. Mooi zeg. En er schijnt ook, nou in die hele film ook, komt er een mooi onderzoek ook naar voren. Maar wat er in die film terugkomt, is dat het eigenlijk vaak de professionals zijn die bang zijn voor wat ze gaan ontmoeten bij de cliënt. Hoe zie je dat? Of dat ze zeg maar het zelf niet aandurven. Of dat ze bang zijn voor de gevolgen. Niet misschien een angst van, daar leef je constant mee. Maar in de zin van, we weten de gevolgen niet. Dus we doen het bij voorbaat. Proberen we het preventief. Maar dat is een beweging vanuit angst. Snap je wat ik bedoel? Ik hoop het. En een mooie vraag ook weer. Wat ik zie in de spreekkamer, mm-hmm. in het gesprek met mensen en ook op de afbouwkliniek van GGZ Noord-Holland-Noord, waar ik de tijd heb helpen opzetten, is dat er, wij artsen, verpleegkundige specialisten ook, we hebben een soort handelingsverlegenheid. Hè? Mm-hmm. We willen heel graag mensen helpen. Mm-hmm. Daarvoor zijn we zorgverleners. We willen die zorg verlenen. Mm-hmm. We hebben geleerd ook in onze opleiding dat een psychose kwaad kan. Ja. Hersenschade kan geven. Dat willen we niet voor de mensen. Mm-hmm. We hebben geleerd dat medicijnen helpen. En ook voorkomen dat er schade komt. Ja. We hebben niet geleerd, veel minder geleerd, dat als je te veel en te lang medicijnen voorschrijft, dat ook schade kan toebrengen. Ja. Hè? Dus aan de ene kant zijn artsen, verpleegkundigen, specialisten bang om schade te doen en om onvoldoende zorg te bieden. Mm-hmm. Aan de andere kant zien we dat de cliënt zelf ook bang is. Mm-hmm. Psychose kan heel erg beangstigend zijn. Ja. Ja. Bovendien denken sommige cliënten, dat komt ook vanuit ons, we hebben dat gezegd, dat je ontbreekt het stofje. Dus je denkt, dat stofje moet aangevuld. Ja. Dan is er nog de familie. Als iemand uiteindelijk op medicatie is ingesteld, dan is de familie vaak bang voor een terugval als ze gaan afbouwen. En dan zijn er nog de teams, een wachtteam of een VIP-team of een gebiedsteam. Allemaal zorgprofessionals die ook het beste voor hebben met de cliënt, maar bang zijn voor de gevolgen van afbouwen. Want straks heeft iemand een terugval. Ja. Dus iedereen is bang om te minderen. Mm-hmm. Ja. Ja. En wat is nu de oplossing? Dus als we dus dit zien en waarnemen, hoe kan het anders? Ja, dat is de hamvraag. Wat fijn dat je hem stelt. Kijk, ik denk dat wij in het verleden te snel afbouwden, dat mensen te snel ook een terugval kregen omdat we te snel afbouwden, om planningsverschijnselen ook geven. Mm-hmm. Dat patiënten, vooral mensen die antipsychotica gebruiken, daar heel veel last van hebben, van de ene dag op de ander stopten met antipsychotica en dus een rebound kregen. Mm-hmm. En daar kan je alles over lezen bij PsychoseNet. Hè. Wat is dan een terugval? Wat zijn ontwenningsverschijnselen? Wat is de rebound? Dus daar heeft Jim van Ons ook heel veel over geschreven. Mm-hmm. En check dat ook vooral. Als wij veel langzamer afbouwen
En echt volgens die hyperbolen, wij noemen dat een hyperbol afbouwen, volgens die glijbaan. Ja. Het laatste stukje is het spannendst. Als wij dat verantwoord doen, komen mensen gewoon veel geleidelijker van hun medicijnen af. En met veel minder risico op ontwenningsverschijnselen en terugval. En die succesverhalen, ja, die moeten we ook vooral delen met elkaar. Ja. He, want mensen klappen er fantastisch van op. Soms. Zeker. Ja. Zeker. En ook wat ik zelf wel terug hoor, dat mensen eigenlijk het leven met angst niet fijn vinden, maar het leven met zo'n gedempte toestand is ergens ook vreselijk. Dat is het ook. Ik, als ik nog uit mijn eigen periode herken dat het met paniekaanval bijvoorbeeld. Ja. En dan kwam ik dan wel eens bij zo'n psychiatrische verpleegkundige. En dan was toch wel best wel snel de neiging. Oh ja, dan doen we een oxazepam pannetje. Ah oh ja, joh. En dan kan je weer terug naar je kamer. Ja. Maar dat is eigenlijk waar we het in ons eerste gesprek ook wel over hadden. Waar is die verbinding? Ja. En de tijd om te kunnen zijn samen met deze angst. En het te doorstaan. Ja, precies. Ja, ja. Het mag er ook zijn. Ja. En soms helpt ook een oxazepam. Ja. Dat is heel fijn. Ja. Maar je moet het natuurlijk niet aaneengesloten elke dag gebruiken. Nee. Dus daar gaat het om dat je medicatie ook gewoon goed gebruikt. Verantwoord gebruikt. Zie jij dat nu? Wat mijn ervaring, dus dat is ook maar een beperkte ervaring, omdat het alleen maar vanuit mijn perspectief is. Maar mijn ervaring is dat, omdat er ook niet echt werd aangedurfd of zo, om samen te zijn met wat er te voelen is. Ja, en ik heb een voorbeeld gehad waarin ik recent, zeg maar een jaar geleden ongeveer, getriggerd werd in de leertherapie. En dat ik zei, ja, ik weet niet hoe ik deze cocktail aan emoties moet bedden in mij. Ja. En dat op een gegeven moment deze persoon zei, nou, kom maar even mee. En ga maar liggen op de grond. Zet je voeten op de grond. Ik ga ook liggen op de grond. Fantastisch. En het enige wat ze zei, voel maar. Nou, fantastisch. Geweldig dit. Ja. Ja, en, oh, mooi zeg. Ja. Toen kwam ineens de ruimte om dat helemaal te doorvoelen. En er was gewoon aanwezigheid. En er was veiligheid. Zij was erbij. Zij was daar. Ah, fantastisch. En ik heel mooi. Voel wel van, maar dit is dus, zo simpel is het. Ergens. Zo simpel is het. Ja. En wat maakt nou, dit heb ik in mijn hele GGZ-ervaringen nog nooit ontmoet. Hoe kan dat? Ja, ik hoor je. Ja. Hoe kan dat? Ik hoor je. En ik kan van allerlei excuses aankomen zetten, hè, van personeelsgebrek en tijdgebrek en weet ik veel wat. Maar onzin, het is wat je zegt, dit is het. Ik vind het een prachtig voorbeeld en hier moeten we naartoe. Zo is het gewoon. Ja, mooi zeg hé. Ja. Fijn dat je dit deelt. Ja. Ja, nou dit is ook echt een ervaring dat ik, dat was echt een soort, wauw. Oh, ik neem hem direct mee, Rianne. Ja, volgende week. Ja, ik denk ook dat het niet weer zo'n truc is. Nee, maar sowieso geen truc. Nee, maar we kunnen wel leren van elkaars ervaringen natuurlijk. Ja, want soms kunnen dingen weer, dat is mooi. En dan wil je dat eigenlijk als soort van toepassen. Maar terwijl... Ja, nee, ja. Het moet wel echt zijn. En dat is ook het trauma-sensitief benaderen van mensen. Hè, dat er de ruimte is voor... hoe voelt het voor jou? Ja. Hoe is het voor jou? Ja. En daar contact mee maken. Ja. Ja, mooi. Even terug naar je boek. Hoe is dat tot stand gekomen dat je dat hebt geschreven? Hoe is het ontstaan? Ja, kijk, op een gegeven moment kwam ik erachter van hoe weinig kennis er is over hoe we verantwoord kunnen afbouwen. En toen ben ik gaan kijken, want het is heel veel kennis, ja. maar ervaringskennis. Wow. En dat is echt heel mooi.
Op psychose net bijvoorbeeld, vaak een hele tijd heb meegewerkt aan het spreekuur. Ja. Het online spreekuur, daar staan een heleboel vragen en antwoorden. Dus die, die kun je ook altijd checken. Ik heb dat zelf gedaan voor het schrijven van het boek. Ja. Ik heb daar gewoon heel veel kennis van, ervaringskennis. Mm. Maar ook de professionele kennis die door de vragenbeantwoorders is gedeeld. Mm. Dat meegenomen, online gekeken bij verschillende sites. Ja. Hè, dus bijvoorbeeld Mad in America. We hadden toen nog geen Mad in the Netherlands. Nee. Dat is nu recent. Mm-hmm. Maar Mad in America, survivingantidepressants.org. Een van mijn favorieten ook in Engeland, The Withdrawal Project. Mm-hmm. Check die ook vooral, fantastische site. Ja. En ik kwam tot de ontdekking dat heel veel kennis, dat het allemaal overeen kwam. Dus bijvoorbeeld dat hyperbool afbouwen, wat iedereen nu wel weet, dat je dat zo moet doen, dat kwam de hele tijd terug. Maar ook hoe mensen hun pillen hadden gedeeld, hoe ze hadden verkruimeld, hoe ze ze hadden opgelost. Ja, 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 ja. Nou, de gekste dingen eigenlijk. Natuurlijk over de taperingstrips. En al die kennis gewoon verzameld. Dus heel veel ervaringskennis. Kleine beetje wetenschappelijk kennis wat er is. En natuurlijk de professionele kennis. Omdat ik al jaren ook met mijn eigen cliënten bezig ben met afbouwen. Plus dat hele kleine stukje erge ervaring. Maar wel van binnenuit. En dat allemaal verzameld. Maar dit is wel heel waardevol. Want eigenlijk is dat een soort van de aanzet geweest om te schrijven of niet. Om te schrijven. En ik heb even gedacht, moet ik een professioneel leerboek schrijven? En toen gedacht, nee hoor. Nee, cliënten lopen zo op ons voor. Die hebben deze kennis nodig. Omdat ze, als ze het te snel doen of niet hyperbol genoeg, dat ze een terugval krijgen. Ja. Deze kennis moet gewoon heel democratisch daar komen waar die nodig is, namelijk gewoon bij de cliënten. Mooi, dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek over minder slikken. Ja, jij ook, Janne. Ik vond het echt superleuk om te doen. Ja, ik ook. Dankjewel.